Hij krijgt wel subsidie. Hij krijgt wel subsidie. Ja, nee, hij wil het niet. Hij krijgt, maar hij toch, ik pak mijn koninklijke pianootje erbij. En ik leg het hier vorstelijk uit. Oké. Okay. Soms denk je van wow, de draad ben ik kwijt. Dan denk je hè, en dan zie je de dingen allemaal even niet meer scherp. Daarom is het nu dus de hoogste tijd voor een heel simpel liedje. Over een best wel ingewikkeld onderwerp. Wim Lex een kroondomein in 1 minuut. Here we go. Een openbaar natuurgebied moet elke dag open zijn. Het LO hoefde dat jaren niet, want dat is een kroondomein. De reden is bescherming voor persoonlijke levenssfeer. Betekent onbelemmerd, schiet de koning er beesten neer. Hij is dol op jagen, heeft heel zijn leven van genoten. Hij heeft plaats zelfs gaten in de jurk van zijn vrouw geschoten. Hij krijgt voor het LO jaarlijks 700.000 euro. En in ruil daarvoor staat het volk voor een dichte deur. Oh, de kamer zei open doen, anders krijg je geen subsidie. En wat zei de koning toen? Bidi, 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 bidi. Hij zei het is een rustgebied, echt dat is de reden. Maar rusten dat kunnen ze niet, ja in vrede. Het rode deel blijft tot slot, want hij moet blijven jagen. Dat kan niet en dat vindt hij rot, dus geen geld meer voor vragen. Het groene deel is openbaar, toen had Lex een ideetje. Dan vraag ik vanaf volgend jaar alleen geld voor dat beetje. 7 ton is veel, dat was een excess. Maar voor dat pisdeel vraagt hij er nu 6. 6 ton is fucking raar, oh iemand grijp in. Oh please Amalia, word snel koningin. Even tot hier.